Hallo, ik ga vandaag met jullie een introductie geven in aquarel. We gaan samen een madeliefje tekenen en schilderen. Wat je ook tekent en schildert, het is eigenlijk 90% kijken. Voor aquarelleren heb je natuurlijk deze hele fijne penseel voor het fijne werk. Dat is nummer 1 of 2 geloof ik en nummer 5 voor de blaadjes straks. Omdat ik mijn eigen kleuren meng, krijg je dus allerlei nuances die je normaal ook in een blad ziet. Want aquarel doe je in lagen. Het is namelijk een hele dunne transparante verf. En dan begin ik met de blaadjes. Bij het schilderen hou ik nu al rekening met de lichtplekjes, omdat aquarel dus transparant is. Met de punt kun je sturen, dus zorg ervoor dat je een penseel hebt met een scherpe punt. Ook bij de eerste laag hou ik rekening met die nerf. Zo'n plantje heeft één kant waar het licht vandaan valt en één schaduwkant. Nog ga ik aan de tweede laag en die maak ik ietsje donkerder. Waar het nog heel nat is, dan vloeien die kleuren in elkaar over. Je hebt dan minder controle erover, maar je krijgt hele verrassende effecten. Nu de verf van de blaadjes is opgedroogd, ga ik er nog een keertje met een laag overheen. Het zijn vaak kleine accentjes die de illusie scheppen. De beste tip die ik kijkers kan meegeven is toch wel dat je heel goed kijkt naar licht en donker. Ik hoop dat jullie hier net zoveel plezier aan hebben beleefd als ik. En hoe je dit doet, vind je stap voor stap in Landleven nummer 3 van 2016.